Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn uit geweest, we komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés, in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Ik zeg, wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, ja wel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens, kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is op beide handen, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je zeker grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Die zeggen, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, ja, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik zei, maar ik zei... Tiki-tie. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, ze hebben weer een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou, moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel. Scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. Gosh. Gosh.
En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het leplazeres. Ik weet niet eens waar het leplazeres zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je leplazeres. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die vier agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk, mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Nou, uiteindelijk een proces verbaal tegen me opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open en die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image. Nee, ik heb een image. Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden heb ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest. Ja, is goed. En dan had ik hem op carkit en dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel? Ja, zo wel! Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam, we staan stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, huh? €160? En ik hoor die telefoon op mijn schoot.
En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon. Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, denk je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed. Ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè? En, ja, voor die locaties. En het aardige paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè? Want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34 jaartje ouder en die heeft nu al 9 kinderen. 9. En dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je? Toen dacht ik, wacht even. Die heeft natuurlijk ook nooit seksuele voorlichting gehad. Die doet maar wat. Waarschijnlijk legt hij die hele combinatie gewoon niet. Ik zeg, neef, kom eens. Ik zeg, wordt hij geen seksuele voorlichting gehouden? Ja, de imam is daarmee bezig. Ik zeg, hoezo? Die heeft toch ook nooit seksuele voorlichting gehad? Hoe gaat hij dat uitleggen aan mensen? Dat is een geestelijke man. Die kan het toch niet vertellen? Die gaat het verbloemen. Die gaat het mooier maken. Als jij loopt in de woestijn en jij zit in de oase. Je komt er dichterbij, je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. Dus de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dan doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe?